Vandaag niet één, maar twee gasten in onze Rockhawk studio. Het is een heel stevig, maar ook een sexy duo. Dit zijn Jan Coudron en Jason Bernard van King His. Welkom bij Rockhawk. Jason, Jan, King His, welkom bij Rockhawk. Dankjewel. Hallo. Hallo, hallo. Jullie zijn hier natuurlijk omdat jullie pas terug zijn van op tournee. Maar misschien voor we daarover spreken, de actualiteit van de dag, van de week, de voorbije week. Chris Cornell, ja, dat is tragisch nieuws. Hè. Ja, dat klopt. Klopt, inderdaad. Toen je iets zag passeren in het nieuwsoverzicht van Facebook, denk ik dat het van film zo zal zijn, was het even van, toch niet weer iemand die... het loodje erbij heeft neergelegd, maar ja. Ja, ik denk dat iedereen er gewoon van uitging dat het een hoax was. Ja, want er waren er al een paar geweest over hem. Voilà, inderdaad, vandaar ook de verwarring. Ja, het was zo wel een bokerslag, want ja, Chris Cornell en bij uitbreiding de projecten waarin hij speelde, waren een hele grote invloed. Ja, Soundgarden, voilà, vooral Soundgarden, dan alles wat hij in het begin had, Bad Butterfinger en... ja, het was een zeer grote, heeft een zeer grote impact gehad op onze muziek eigenlijk en op ons leven als muzikanten. Dus, ja. Well, het is ook confronterend. Hè. Allee, het is geen oude crooner of een oude politicus die overleden is. Het is een jeugdheld van ons. En dat maakt het ons dan nog des te confronterender. Worden geconfronteerd dus met je verantwoordelijkheid en al zo, als dat zo je jeugdheld is, ja. die komt te sterven. Ja, ik denk dat voor veel mensen vrij raar. Vrij raar gedaan heeft. Ja, het is ook een zeer goede zanger natuurlijk. Ja. Is ook een voorbeeld op dat vlak? Ja, absoluut. Ja. Die gast, zijn stem is, ja, het is er los over. Ja. Ik bedoel, het is een vocaal wonder. Wanneer dat hij zijn vocale uithalen doet, als je naar de hoogte met dan al zo'n extra korrel op, dat schuurt door je ruggengraat, is dat normaal. Allee, in mijn ogen is het een klein beetje onderschat geweest. Zo. Naar zijn kunnen. Ja? Ja, ik vind van wel. Alleen nu... Alleen, nu wordt hij wel zo wat, wordt hij wat in de bloemetjes gezet, bij wijze van spreken, ja, met dat hij overleden is. Maar als je puur kijkt naar commercieel succes, ja, Black Hole Sun en al zo heeft het goed gedaan, en met Audioslave en al zo, maar hij heeft niet dezelfde, denk ik, dezelfde weerklank gehad like dan een Nirvana en een Pearl Jam heeft gekregen en zo. Ja, nee, dat klopt. En ik... Ik denk ook dat alles wat dat later gemaakt is in zijn carrière, niet alleen in zijn carrière, want dat project Audioslave was voor mij nog een grotere invloed, zelfs dan Soundgarden, omdat er daar veel meer soul en... Met de mannen van Rage Against the Machine. Voilà, inderdaad. Die drums, en ook zijn solo, zijn solowerk, zijn soloalbums zijn heel goed. En ook die laatste plaat van Soundgarden heeft ook commercieel niet echt een groot succes geweest. Maar ik denk dat dat een beetje typerend is voor de muziekindustrie tegenwoordig. Dat zelfs de grotere bands het moeilijker hebben om commercieel succes te oogsten met nieuwe albums. Ondanks het feit dat ze een heel grote bagage of een hele deftige reputatie met zich meedragen. Ja, hij zal gemist worden, hè? Absoluut. Sowieso. Ja. Met je liever nog met je. Nog een arena story. I don't wanna be saved. No, I don't wanna be saved. Then I will always
terug van op tournee. Ja, iets zegt mij, mannen, dat het de tijd van jullie leven was. Ja, het was veel te kort vooral. Ja, dus, het was, dat die even raar zijn. Als je ze dan de volgende week terug op je bureau zat, was het back to reality. Dat is wel confronterend. Hè. Ja, het is een eigen wereldje. Het is een eigen stijl van leven eigenlijk. Dat komt eigenlijk wel op neer. Ja, en onze Rowdy gisteren verwoordde het eigenlijk best. Björn, maar die was nu niet mee, onze drum Rowdy. Die zei van ja, eigenlijk op tour zijn, dat is zo wat in je bubble van de ene plaats naar de andere. Je bewegen en je leeft eigenlijk constant in die eigen sfeer. En dat was nu echt zo 8 dagen op rij. Constant gefocust zijn op muziek. Op, dus dan alles wat rondhangt. Dus contact met het publiek. Dus opzetten, afbreken, spelen. Ja, ja. Ik zei constant gefocust op dat. En ja, dat was eigenlijk echt hetgeen wat we ook nodig hadden als groep. Dat was hetgeen dat nog ontbrak op onze bucketlist. Veel shows gespeeld in binnenland. We zijn zo ook wel wat land aan het veroveren in Nederland. Ook wel veel eendagsreisjes al gedaan. Maar een tour en dan nog in support van een hele goede band als He Is Legend. Ja, dat was iets dat op de bucketlist ontbrak. En waar dat we eigenlijk nog heel hard willen aan werken, ook naar de toekomst toe. Ja, ja. Hoe was het voor jou om terug op jouw bureau, op het werk terug te werken? Ik heb de maandag verlof genomen en ik ben naar Bellewaerde geweest met mijn gasten. Dus de maandag was dat zo nog van, ja, ease in on it. Ja. Maar ja, de dinsdag, iedereen was zo wel op de hoogte van, ja, hoe werd het gesteld? En zien dan foto's passeren en zo het gedacht van, je zit zo wel de rockstar, ja, en eigenlijk is dat, toeren is de max, maar eigenlijk is dat is gebaseerd op een paar simpele regels. Dat is zorgen dat je verplaatst op tijd en dat je op tijd op de juiste plaats terechtkomt. Zorgen dat je materiaal opstaat en eigenlijk vooral zoeken naar eten. Ja, ja. En douches. En douches ook. En douches. Dat je kunt wassen. Basic stuff gewoon. Dat was iedere keer een uitdaging. En dan is je wassen aan de lavabo, dat staat gelijk ook. Aan een douche. Aan een douche. Ja, ja, inderdaad. Maar intussen hebben jullie wel weer normaal gedoucht. Ja, toch wel. Ja? Ja, ja, toch wel. Allee, denk ik toch. Ja. Nu, je moet je wassen aan een lavabo. En we hebben nog net niet genoeg getoerd om te vragen aan een bandlid om je rug te komen wassen en al. Dus dat zal misschien voor de volgende keer zijn. Ja, eigenlijk, soms was er ook een douche die echt een douche was. Nee. Waar was het in Frankfurt? Of was het was alles sinds Berlijn? Dat is en douchen en toilet en alles. Ja, zo'n 3-in-1 type stuff. En ten einde was het gewoon zwembad. Kraan openzetten, dat was gelijk aan de vloer die zo overliep tot in de backstage ruimte. Maar over Duitsland mogen we eigenlijk niet klagen. We zaten in een camper. En we sliepen daar ook in. Dus 's nachts onderweg, dat was stoppen aan een ergens onderweg. En ja, een tankstation of zo. Hè. Tankstation, ja. Of gewoon een parking. Het moet zijn dat de parking, sanitaire... niet s'nachts. Ja, wel, toch. Toch wel. Ja, toch wel. Ja. En het is eigenlijk vrij raar om uit te leggen, maar dat heeft dus een charme. Ik weet het niet. Gelijk nu, als je zo passeert, dus aan zo'n wegrestaurant. Hey, je mag gelijk wel naartoe gaan. En passeer als zo'n wegrestaurant, ik heb altijd een neiging om te stoppen. Voor zo, een zakje chips dan, of een koffietje, of een biffyworstje, het zou wel zijn. En om dan zo nog een keer, De sanitaire faciliteit daarover, in Duitsland zijn echt top. Waar. Ja? Ik bedoel, dat heeft zo wel een slechte naam, he, maar echt, de sanitaire faciliteiten van de wegrestaurants, top. Tip voor de toekomst, jongens en meisjes. Als je wilt douchen, stop aan een wegrestaurant in Duitsland. Ja. Voor 3 euro krijg je eigenlijk een privéruimte. Klopt, hè. Met een wc, een lavabo, een chauffage, propere douche en altijd heel, heel proper en netjes opgekuist. Ja. Prima. De tournee support van He Is Legend. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe zijn jullie bij die mannen terechtgekomen? Eigenlijk per toeval. Onze front of house, Jurgen van de Wallen, die ook onze tourmanager is... heeft de vorige tour van Snot gedaan in de States. En He Is Legend was daar voorprogramma van. En toen dat ze naar Europa kwamen, hebben ze de vraag gesteld dat Jurgen van, kijk, wilde onze tourmanager zijn. En dus hij had al die contact met hun management en alle... Een vrij goeie tourmanager trouwens, echt waar. Met alle promotors. Van de Wallen. Ja, Van de Wallen heerser. wat is dat dan, een goede tourmanager? Wat doet hij dan?
Die fixt alles. Hij fixt alles. Echt waar. Ja. Wat heeft hij voor jou gefixt? Een klein beetje stress, hé. Maar ja, niet noodzakelijk voor mij direct. Dus, maar gewoon, als er zo'n stresssituatie is, en dan mogen dan zo, like, drie dingen zijn die tegelijkertijd samenvallen. Like, weet je dan nog? Allee. Wanneer dat hij een telefoon kreeg, ja, ze een telefoon krijgen, dan zul ik van de chauffeur van een andere band. Freddy. Ja, ik zijn een wiel kwijt. Ja, ja, de chauffeur was een wiel kwijt van een aanhangwagen. Terwijl dat wij aan het manoeuvreren waren in Hamburg, ze met onze camper en een veel te nauw straatje. Ja, en echt, ja. Iedereen was zo, stress! En dan hebben ze, ja, rustig blijven. Ja, rustig blijven. We gaan ons hier eerst uitmanoeuvreren en ja. Ik ga terug, Freddy, ik ga terug bij jou. Ja, eerst manoeuvreren, hup, uit die straat geraakt. En dat probleem met Freddy dan gefixt, dat wiel, ja. Dat was dan een heel ander verhaal. Nee. Maar zo zijn we dus bij He is a Legend terechtgekomen. Ja. Jurgen zei van, ja bon, die zag dat er een support stond op de UK, dat stond al vast. En hij zegt van, ja bon, is er nog een support nodig voor het Europese vasteland? Management bevestigd, zegt hij, ik heb een voorstel. King His wil die data doen, zijn jullie daarmee akkoord? En dan zijn er daar 27 betrokken partijen die daar hun akkoord moeten overgeven. Maar het is eigenlijk gestart bij de band zelf. Van kijk, die gast wel mee, vinden dat oké, ja of nee? Ja. Zijn direct groen licht gegeven, dan moest dat naar management groen licht gegeven, dan gaat dat naar de promotors in Duitsland. Veel mensen. Ja, veel mensen. Die connecties, dat netwerk, ja, dat is iets ongelooflijk belangrijks, toch? Dat is denk ik wel onontbeerlijk geworden, ja. En ja. Daarom dat veel bands, als ik één tip mag geven aan bands, die zijn van ja. We kregen veel die vragen, hè, van ja, hoe komt dat toch dat jullie aan veel shows geraken? Of hoe komt dat dat jullie aan die toffe shows geraken? En dat is echt gewoon een netwerk aanleggen en echt gewoon dat gebruiken. Ja, het is echt, allee, investeren in dat netwerk, allee, durven te investeren in dat netwerk. En ook, ja, oldschool Oerushans zijn, nee. Allee. Ja, er ja, komt wel een hele grote portie geluk bij kijken, ja. Absoluut. Maar jullie vergeten één iets, ja, het moet ook kwaliteit zijn, toch? Ja, absoluut. Maar allee, ik denk dat dat voor veel bands geldt. Allee, er zijn gigantisch veel bands hier in België die ondergewaardeerd zijn, die daar gigantisch veel werk in steken. Ja. En ja, het lesje dat wij eruit geleerd hebben, is dat het niet enkel rond de muziek draait en dat je daar gigantisch veel tijd en kwaliteit moet in steken. Wat we wel gedaan hebben met de opnames van Mastersaurus, dat we echt ons enkel daarop hebben gefocust. Maar een keer dat die plaat uit is, dan moet je gigantisch veel investeren. Via alle mogelijke wegen, onze boeker is dat nu ook wel alleen een extra... Jan de Bie van Rustig, ja. Die is er al bij van in het begin. En die gast is met ons, mag ik toch wel zeggen, een stuk meegegroeid. Ja. Wij verwachten veel van hem, hij verwacht ook veel van ons. Maar dus de relatie die werkt, want hij zegt ook zo van, bon, er worden targets, als je het dan in marketingtaal moet gaan vertellen. Er worden toch wel wordt er echt in die termen gesproken? Nee, absoluut niet. Nee. Maar er zijn toch wel wat doelstellingen. Ja, ja. Op korte termijn kun je veel realiseren. En je kunt op het einde van het jaar zeggen van ja, het was leuk. En nu? Wij zien dat eerder van ja, korte termijn is half jaar tot een jaar. En dan toch eigenlijk na 3 jaar verder. Want eigenlijk zijn we nu al bezig van bon, Mastersaurus is uit van in oktober. Maar wat gaan we doen voor de volgende plaat? Ja. Daar zijn we ook al... Daar gaan we het straks over hebben, want okay. We zijn een beetje van de hak op de tak aan het springen, ja. Maar dat mag, dat is geen probleem. Hè. En drink ook rustig, want... Hè, ja, ik zou graag nog een pintje hebben, Barbara, alstublieft. Mag ik ook alsjeblieft een pintje hebben, alsjeblieft? Super. Ja, toch even terug naar de tour. Yes. Jullie hebben eigenlijk een hele week lang ook met elkaar in een kleine camper gezeten. Ja. Ik neem aan dat je elkaar dan toch ietsje beter nog leert kennen dan in het repetitiekomst. Ja, dat is waar. Ja, er is één opmerkelijk feit, dat is dat na 1 week stinken onze scheten op dezelfde manier. Ja, dus ik kon niet meer onderscheiden wie dat er op een gegeven moment... Jullie, ze ruiken hetzelfde. Iedereen, ja. Ja, iedereen had eigenlijk dezelfde... Ja. De lichaamsgeur niet, maar hetgeen dat eruit kwam, dat wel. Dus een opmerkelijke feit. Bevinding. Ja, bevinding. Ja. Nou, waar ruikt het dan naar? Naar het meest hoogstaande van wat je kunt voorstellen van maar we hebben ook aroma's. Geen fastfood gegeten, de hele week niet. Ik heb slaatjes gegeten. Ja. Maar die stinken het meest, hè? Ah, is ja, dat zo? Toch? Ja, ik weet dat meer groenten noemen. Ja, ik vind het zo apart. Nee, eigenlijk dat veel medium camper was zo
klein was die eigenlijk niet. Die camper was eigenlijk behoorlijk ruim. Ja. Maar het is wel zo, ja, je leeft op mekaars vingers. En ik moet zeggen dat we daar eigenlijk heel erg weinig hinder hebben van ondervonden. Met hoeveel zaten jullie? Want jullie hadden ook crew mee. Vier bandleden, één Rody die een beetje manusje van alles was. En onze fotograaf Christophe was ook mee. Christophe Brisse, onze fotograaf, was mee om... Dat is 7-8. 6 Ah nee, maar ja, Jurgen was mee met... En Jurgen, onze tourmanager front of house, was tourmanager van He is Legend. Ja. Dus hij was mee in de van met die mannen. Maar dat was eigenlijk wel grappig, want we hadden zo'n beetje de vrees van, ja, weet je wat, de hele week met zes venten in een camionet. Dan had dat wel lukken, maar er was eigenlijk het gemak, er was eigenlijk een heel grote mate van gemak. Ja. Ik denk dat wij een van de weinige bands zijn die kunnen zeggen van, we zijn nu een keer een week op tour geweest en het was eigenlijk bijna... Super luxueus, hè. Het was chill. Een beetje vergelijken met op kamp gaan en zo. Ja, en hadden nu gezegd van, dat moet nu nog 2 weken langer duren, dan gingen we dat probleemloos doorstaan. En dat was echt heel chill en heel relaxed. Ja, en dat schept een band, hè. Want als je elkaar dan zo ziet, een week later, toen we een week later weer moesten optreden, was dat zo van, hey... Heb je nog elkaar gemist, eigenlijk? Ja, intenser knuffelen dan dat je anders had. Ja, dat schept inderdaad wel een beter band. En het is ook zo, allee, we waren terug op maandag en we hadden al een show de vrijdag. En de week erop ook. En dat was raar, want ja, met nu wekelijks een show, wat we vroeger iets aan van, alle week, iedere week een show. Het is eigenlijk liever 7 shows op een week. Ja. Dus die tourervaring was echt wel heel positief voor ons. Ja. Je zegt mekaar knuffelen. We hebben hier enkele beelden van jullie show in Aalst. Amai. Waar jullie mekaar voor de show knuffelen, is dat iets wat jullie altijd doen? Ja. Ja. Tips naar andere bands toe. Altijd doen. Lichamelijk contact is zeer belangrijk. Ja, maar meen je het nu? Of zeg je van... Nee, absoluut. Nee. Totaal niet. Nee, we doen dat altijd. En we hebben dat ene keer niet gedaan en we hebben een super slechte show gespeeld. Brings bad luck. Ja. Zelfs in Aalst was het zo dat we eigenlijk heel erg weinig ruimte aan. Klein podium. Super tof. Maar voor de show zit aan het soundje en dit en dat. En had al snel de neiging van, we gaan de show hier gewoon starten. En het is van, stop. En dan die een knuffel niet geven. Daar denken we echt wel aan. Het is zo, ja. Hoe is dat dan? Ja, zeg maar. Het is gewoon... Allez, je moet voorstellen, als je met 4 bandleden moet wat samenleven en stuff doen... Ja, we hebben allemaal een redelijk ego. Hè? En we hebben allemaal onze mening. Vooral visioenen. Dus we hebben allemaal onze mening. En soms kunnen we wel hard en kritisch zijn tegenover elkaar. Ja. En we staan daar wel voor open. Maar er moet ook ruimte zijn voor wat boter. Affectie. Affectie, ja. Affectie en een knuffel. En dat zorgt er weer voor dat de banden weer gesmeed worden met de nodige oliën. Dus, maar die oliën is misschien wel een beetje erover. Spreekwoordelijke aromatische oliën. Ja. En mijn fantasiewereld is dat. We'll be right back.
Jullie spelen heel vaak in België. We kennen allemaal die shows. Die zijn zeer energiek. Dat is altijd een feestje. Maar natuurlijk, ja, op den duur heb je het, ik weet het niet, misschien allemaal wel alles gezien. Het feit dat jullie nu in Duitsland, Amsterdam, Parijs, datzelfde kunnen doen, ja, ik neem aan dat de respons heel vernieuwend is. Maar de dynamiek is anders. Hè. Allee, als je in het buitenland speelt voor een publiek die je totaal niet kent, maar echt totaal niet kent gewoon, dan zie je zo, het dan verschillende stages gewoon in de reacties. Dus in het begin staan ze zo te kijken, dus ik van, tja, gewoon een keer gaan luisteren. En dan, ja, na etelijke nummers zie je ze beginnen glimlachen. En aan het einde van het, als je top 3 en toe ze, allee, dan beginnen ze mee te hebben. Zo, ja, 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 dus ja, ja. Zo, iedere keer hier in België is dat iets anders. Waarom? Omdat er al heel wat mensen jullie muziek kennen. Allee, toch diegenen die naar de shows komen. Ja, ja, vaste fans, ja, die vinden het, ja, waarschijnlijk ook bijna altijd goed. Dus allee, het ding is, als je gewoon in het buitenland optreedt, is dat gewoon, ja, je voelt je direct weer 18 jaar. Hé. Het is gewoon weer, ja, van, ja, allee, van begin af aan begin. En, allee, of van nul af aan. Of, ja, vooral support. Want als je zelf naar de show gaat kijken en je kent de eerste supportband niet, dan staat er ook wel met wat weerhoudend te, ja, kijken. Ja. En dat hadden we ook wel, dat voelden we ook wel een beetje. Maar de algemene teneur was wel dat het publiek wel zeer snel loskwam. Ja. En ook na de show effectief kwam. Allee, het is ook niet dat wij ons opsluiten in een backstage na de show. We hebben altijd de gewente. De gewoonte dus. De gewente, we verstaan dat ook. De gewente. Om aan de merch te gaan staan. Ja, ja. Een babbelke te slaan, ja, met de mensen. Dat is dat netwerken weer. Hè. Ja, dat is ook wel dat netwerken. Duitsers kunnen hun Engels eigenlijk echt wel goed. Ik heb dat voor van verschool. Yes. Allee, dit geheel terzijde. With a heavy accent. Yes. No. Maar nee, no. Het is een beetje Amerikaans Engels en zo. Ja, ja, toch. Dat is, ja, toch de He Is Legend fans. De He Is Legend fans hebben een heel mooie Amerikaanse tongval. Ja. Ja, okay. Maar ze waren, het publiek was zeer enthousiast. En ook de mensen van bijvoorbeeld de eerste avond in Hamburg. Was de Duitse promotor was daar, heeft ook onze show gezien en kwam achteraf onze backstage binnen. Om nog een en ander te regelen van papras. En die zei zo van, guys, that was actually pretty good. En dat is zo van, ah, oké. Het toch iets goed gedaan vanavond. Ja, ja. En die gast zei van, ah, you were not on my radar, but you definitely are now. En dat was toch echt zo van, ah, oké, je doet het ook een deel daarvoor. Ja. En dan dus hoop je dat naar de toekomst toe. Ja, je denkt dat toe de trein misschien wat vertrokken zou kunnen zijn nu. Ja, die zei ook van, alleen we moeten daar ook een beetje nuchter in blijven, natuurlijk. Duitsers zijn daar wel vrij eerlijk in, ze. Ja. Dus als ik echt, als ik van, ja, ze zijn de dingen die goed zijn, maar ze zien, ah, je zijn ook wel direct een risicoanalyse maken van heel de situatie en al. En nu zijn nu geen foefjes geweest, man. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wel goed. Dus dat is wel een manier van werken dat wij eigenlijk wel tof vinden. Ja. Efficiënt. Duitsers zijn efficiënt. Ja. Ja. Gründlich. Gründlich kijkt. En het Belgische paspoort, is dat iets dat effectief in de band zijn nadeel kan spelen? Of hoe voelen jullie dat? Dat jullie Belgen zijn en geen Engelsen of Amerikanen? Nee, vooral niet in Europa toch? Nee, we hebben dat op geen enkele manier ervaren eigenlijk. Misschien dat in de UK misschien wel zo is. Ja, want heel graag mee geweest naar de UK. Met He Is Legend. Met He Is Legend, ja. Maar oké, die support stond vast voordat wij zelfs op de kaart kwamen te staan. Maar absoluut niet. Nee, ik denk dat als je naar het publiek kijkt, dat je vooral een Europees gevoel hebt. Zowel in Nederland als in Duitsland als in Frankrijk.
dat er zo niet in hokjes nagedacht wordt over, ja, dus in een Belgische band. Nee. Is dat dan iets dat wij misschien in België dan te veel doen? Hoe bedoel je dat? Ja, ik stel nu de vraag, omdat ik heb altijd dat gevoel zo van... organisatoren zetten zo heel graag een band van de UK, ja, en van weet ik waar, omdat dat dan lijkt alsof dat een grootser event zou zijn, terwijl dat wij hier in België toch ongelooflijk heel kwaliteit in huis hebben. Ja, ik denk dat als je naar boekers kijkt of mensen of programmatoren, dat ze inderdaad misschien wel wat meer rekening zouden mogen houden met Belgische bands. Dat is waar, want er is heel veel kwaliteit van eigen bodem. Ik denk maar, als je kijkt in West-Vlaanderen naar de Fields of Troy, naar een Diesel Junk, naar een Cowboys and Aliens, die al een heel aantal jaren bezig zijn. Mm-hmm. Antwerpen heb de Your Highness, heb de Embark, heb de Bliksem die onlangs gestopt is. Allee, je hebt echt zo'n hele panoplie van hele goede bands. Die eigenlijk, denk ik, ook wel wat meer kansen zouden verdienen op Belgische podia. Is dat nu zo dat programmatoren daar bewust anders mee omgaan? Ik weet dat niet. Ik denk dat er al veel factoren... We mogen misschien iets minder chauvinistisch zijn. Of iets meer chauvinistisch zijn. Ik dacht het. Iets meer chauvinistisch zijn. Ja, dat wel. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er eigenlijk allemaal niet toe doet van met een land dat je bent. Gewoon als je, als kwaliteit is als kwaliteit. Als je awesome bent, gewoon. Ja, als kwaliteit... Awesome means awesome. Breath. Ja. Ja, op tournee zijn is ook een beetje in conditie blijven. We hebben hier beelden. Jan, je bent wel bezig met jouw conditie zo te zien. Vertel eens, wat ben je aan het doen? Je springt... Dat zijn burpees. Maar ik moet wel zeggen, dat was een van de weinige keren dat ik eigenlijk echt iets van sport gedaan heb. Allee, ja, maar misschien twee keer of zo. Dat wordt het gefilmd. Ja, dat wordt natuurlijk gefilmd. En die fitness, ja. Maar eigenlijk, bedoel, op tour gaan is een regelrechte aanslag op je lichaam, op je conditie. En dan... Vooral voor een sportman als jou... Kerst mijn kleuren. En je stem, hoe makkelijk of moeilijk is het om die op tournee een beetje in conditie te houden? Ah, wel, dat was een uitdaging. Dat was eigenlijk wel... En een grote zorg op voorhand. Tot op het punt dat iedereen eigenlijk... Gaat dat wel gaan zo? Gaat hij dan op tour? Die stem, ik weet niet of dat gaat. Je moet eigenlijk veel klappen. Dus de eerste dag... Ja, want hij doet de backings. Ja. Ik doe de backings, Allee, ik heb mij wel proberen wat voor te bereiden, in de zin van proberen in goede conditie al eigenlijk te vertrekken op tour. Hoe doe je dat dan? Maten dat in conditie zijn. Ja, ik bedoel sportief. Sportief, je hebt niet over je stem. Ja, maar en op tour zelf... Dan moet je wel veel letten op je stem. En dat was eigenlijk veel rusten. En op het moment dat je wakker bent, eigenlijk vanaf dat moment eigenlijk al beginnen werken aan je stem. En dat was met stomme oefeningskeus. En naarmate dat de show dichter komt... Nee, maar dat is. En dat klinkt misschien mega gay, maar... Het is werkte wel. Ja, maar ja, absoluut. Dus voor mij was het een uitdaging in die zin dat ik niet wist dat ik het ging kunnen followen. Ja. Je bent gewend om een keer een weekend... twee shows of twee shows of drie shows. Ja. Maar een hele week, ik had zoiets van, dat we gaan zien. En ik moet zeggen dat dat al bij al nog goed meeviel, zeker. Dus, ja, absoluut. En ook dank veel wel, rusten, Jason. Niet veel drinken. Niet veel drinken. Ja, ja. Niet veel drinken. Slapen. Veel slapen. Ik heb eigenlijk van die hele tour praktisch niet gezien. Ik lag constant in een bank te slapen. Gasten, ik ga een beetje hard neerleggen. Jan was weg voor 4 uur. Dat was het zo wel een beetje. Een beetje zijn moment. Ja, en ook niet veel gedronken, Jan. Behalve op Graspop. Roesrot bedoel je? Roesrok. Dat was juist een Graspop komt nog. Ja, Graspop komt nog. Roesrok. Ja, dat was juist een dag dat ik zei, goh, kan je wel een beetje kalm doen? Ja, dus het was... Ja, kalm doen. En Jan om 2 uur s'nachts... Was hier? Dat speelden jullie niet zelf, hè? Dat was... He is Legend stond daar op dat visje. Ja. Dus wij hadden een day off. Wij waren mee. Wij hadden gewoon een dagje festival genomen. En? Ja, het was heel goed. Het is het eerste festival van het jaar, hè. En het dan eens komt dat toe, zo. En die geur van de haas en van verlepte hamburgers. En bier. Ja. En cocktails is een geval. Zeg, Mastosaurus, het album, het is intussen denk ik een half jaar uit of zo. Ja, oktober, Hoe loopt het? Heb je het gevoel dat jullie eruit halen wat jullie hadden verwacht of gedacht? Ja,
In het begin ging het wel op zijn kouse voeten. Zo, hè. Ja. En nu begint het al zo lekker een dieselmotor. Zo, met dieselmotor, Jan. Ah, maar ja, maar een injectie. Hè, ja. Dus, elektrische een motor. Turbodiesel. Ja, tweeliter. Ja, nee, we hebben even mee gepanikeerd, maar toch zo wel op ons ongemak genomen. Omdat we echt wel een jaar, of bijna een jaar, stil gezien. Op vlak van buiten komen met de band om live shows te doen. Dat is dan voor het album uitkomen. Ja, we hebben eigenlijk echt een jaar gewerkt aan die plaat. Omdat we zijn van, bon, want die demo, want de Snakeskin EP, want Sandlands, en dat is allemaal jaarlijks uitgebracht. Dus dat was echt keihard werk tussen optredens door, nummers schrijven en opnemen en optredens doen. En dat was constant stress. En nu hebben we het gevoel van, bon, we willen echt onze songs uitwerken. We gaan daar tijd voor nemen, we gaan geen show spelen en we gaan gewoon werken aan die plaat. En ja, het resultaat was natuurlijk dat je krijgt zo een klein beetje het gevoel dat de mensen nu aan het vergeten zijn. En we werken aan die plaat en voor ons was die plaat goed. Dat was eigenlijk ook wel een zeer zwaar proces. Het was ook de eerste keer dat we, daar zijn we, dat was echt een hele grote test voor ons. Want we zijn eigenlijk echt heel hard aan die nummers gewezen om dat goed en perfect te krijgen. Dus, ja. En dan kom je terug en de release show en we verkopen de kreun uit. En dat was zo, ja, we zijn terug vertrokken. Ja. Maar blijkt dat dat niet zo simpel is. Want je moet u terug in de belangstelling spelen. En die reviews moeten binnenkomen. En bla bla bla. En de Hans Rimram. Dus we hadden wel wat shows in 2016 op het einde van het jaar. Want een paar toffe clubshows in januari. En plots februari, maart niets. Ja. Niets op de agenda. Er stonden een paar dingen klaar, zo. Het zat wel het een en het ander in de oven en ja, dat was het. En is het dan een beetje lichte paniek of hoe reageer je dan? Well, zoals onze tourmanager Jurgen van de Wallen zou zeggen, geen stress, gasten. Rustig, bloem. Het kwam allemaal goed. En, we hebben een paar goede gesprekken gehad ook met onze boeker en al zo. Ja. En, hoe dat we het gingen aanpakken, op welke manier dat we het wilden aanpakken. En hij is ons daar perfect in gevolgd, keihard aan het werk gegaan. Ja. En hoe zijn dat we 2017 eigenlijk... Ja, zijn we content, hè? Hoe dat er nu uitziet. Ja, super en gelukkig. En komen nog wel een paar er mooie dingen aan. Mooie festivals aan, hè? Ja, Graspop, Alcatraz. Ja, absoluut. Ja. Graspop, Alcatraz, Zwarte Cross komt er ook aan. Ja, Zwarte Cross. Zwarte Cross. Welke kleur van tractor had jij? en in het najaar komt er ook nog wel wat toffe dingen uit. Er zijn uit de tour toch wel rechtstreeks hele goede contacten Een paar goede contacten met een paar plaatselijke boekers en al. Ja, dus we keren sowieso terug naar Duitsland. In Nederland staan er ook al enkele shows vast. Ja. Stemweder spelen we ook in augustus in Duitsland. Ja. Dat is ook zo'n open-air festival. Ja. Nederland en Duitsland staan wel degelijk op onze radar en focussen eigenlijk ook wel daarop. Is het een optie om op een gegeven moment te zeggen van misschien spelen we nu een jaar niet meer in België? Kan dat? Nee, we spelen hier te graag. Ja, het is dat. Ja. Ik denk dat we altijd wel... Allee, we gaan onze focus misschien wel nu ietsje meer... iets meer leggen op buitenlands, maar altijd, het is altijd leuk voor zo wat meer lokaal te spelen. Die keer daar in Aalst was super. Ja, het is dat. Allee, en, kleine clubshow, veel volk en super enthousiast publiek. Ja. Want dat verwondert mij eigenlijk niet, maar dat vind ik het straf ook aan jullie. Het lijkt wel bijna hoe kleiner de zaal, hoe meer energie. Maar je moet dat uitleggen. Je staat dichter bij je publiek. Je staat dichter bij elkaar en het is gelijk dat je mekaars zweet en testosteron en weet ik veel wat allemaal kunt proeven op je lippen en dan begin je gewoon... Jan, je mag het oestrogeen van de vrouwen niet vergeten. Absoluut, leven oestrogeen. Wil je nog iets aan het zeggen? Ja, nee, de kleine clubshows. Ja. Kleine clubshows. We zijn allemaal eventjes verstomd. Ja, echt wel heel dicht. Van deze woorden van Jan. Laat dit de conclusie zijn van het gesprek. Ja. Jawel. Leven oestrogeen. Ja. Je staat er eigenlijk bijna op je publiek. En als er echt een goede vibe in zit, dan komt dat direct veel beter over op podium ook. Je zuigt eigenlijk die energie uit het publiek en het is een constante wisselwerking. Dus het is een positieve... Niet neerwaartse, bovenwaartse spiraal. Lekker zo. Opwaarts. Oh, opwaartse spiraal. Opwaartse, de bovenwaartse spiraal. De bovenwaartse. Ja. Bovenwaartse spiraal. Zeg, nog een laatste vraag. Zijn jullie eventueel al bezig met een opvolger van het album? Nee. Nee. Nee.
Nu, zelfs geen idee wat het zou kunnen zijn. Ja, dat nee. wel. Ja, ja, wel, dat wel. Ja, het staat welke natuurlijk richting wat we wel. Ja, want Sadlands was zo'n heel riffy plaat. Mm. Master Sorus had veel meer sfeer. Ja. Ja, maar het is we luisteren natuurlijk altijd wel een beetje zo van wat dan de reacties zijn op je laatste plaat en al. En je hebt dan ook nog altijd zoiets van, wat willen wij doen? Ja, ja, ja. En, ja. Misschien brengen we wel een R&B-album uit. Ja. Ben benieuwd. Maar concreet, we zijn nog niet bezig met songs of zo. We willen eigenlijk dit jaar ons vooral focussen op de shows. Ja. En daar eigenlijk ook van, genieten. Echt ja. genieten. En, veel spelen en veel genieten. Ik bedoel, het is veel werken en al, maar het is ook rock and roll. En ja, je moet ook even genieten. Hé. Nee, Jason? Absoluut, Jan. Wel ja. Ja, ik denk dat de planning is er, maar welke richting het zal uitgaan. Men eigenlijk veel te veel discussie gehad met Mastosaurus. Ja. Wat dat we er nu eigenlijk zoiets hebben van... Joost is aan het schrijven, ja. Dominique is aan het schrijven, Jan is niet aan het schrijven. Nee, Jan is niet mee. Jan is wel aan het schrijven, ja, met Carnea. Met Carnea, ja. Dus die cycli, dat loopt zo juist tegenovergesteld. Ja. Als we aan het schrijven zijn met King His, spelen jullie veel live met Carnea. Ja. En als Carnea aan het schrijven is, dan een nieuwe is plaats. Is combineerbaar voor jou, Jan? Ja, toch wel. Ja. Alleen, ik vind dat het ene voet het andere. Allee, dus, ja? Ja, absoluut. Wat wij ook wel vinden, is dat er nu veel meer Carnea-invloeden, of de manier waarop dat Jan schrijft en gevoel en hoe dat hij zingt, in de laatste plaat van King His, dat er veel meer van die Carnea-invloed in zit. En geen schrik dan dat het zo plotseling te veel van hetzelfde wordt? Nee, omdat hetgeen muzikaal wat er gebeurt, is eigenlijk echt verschillend met hetgeen wat er Carnea gebeurt. En het enige wat er eigenlijk wat gemeenschappelijk is eigenlijk het feit dat ik het voor beide bands wat meer persoonlijker maak. Vroeger ging ik misschien meer babbelen over fictieve toestanden en al, en over vooral iets schrijven. Dan, ja. Ja, ja, de onderwerpen. Terwijl nu dat ik voor mezelf de keuze gemaakt heb voor gelijk met een band dat ik speel, dat ik het gewoon persoonlijk wil maken. Als ik het op een podium breng, dingen die je meemaakt. Ja, inderdaad. En ja, nu met Mastosaurus wel dat toevallig nu wel een beetje hele heavy shit en al zo. Yeah. Maar... Dus wie weet wordt het volgende album wel een partyalbum. Ja, inderdaad. Van al de plezante avonturen die ik meegemaakt heb met mijn makkers op tour. Yay! Kijk, laat ons afsluiten. King His brengt in 2018 een partyplaat uit. Yes! Ja! Chris Cornell is voor ieder van ons die gigantische bron van inspiratie geweest. Next song is for him. Stuck in a hole. Jullie zijn echt de max.